Dit was een hele bijzondere tijd. Als kabinet realiseren we ons ook heel goed dat je onderdeel bent van een kabinet in crisistijd. Een crisis die we heel lang niet zo groot hebben gehad, sinds de Tweede Wereldoorlog niet. Ik vond het zelf, moet ik heel eerlijk zijn, best ingewikkeld om heel veel vergaderingen via het scherm te doen. Ik hou er heel veel van om mensen te zien, om elkaar goed in de ogen te kunnen kijken. Je ziet ook vrienden veel minder. Ik kon een tijd lang niet bij mijn moeder op bezoek en het was af en toe best lastig. Ik ben tijdens de crisis een aantal keren ook op werkbezoek geweest bij mbo-instellingen. Om juist ook met eigen ogen te zien hoe doe je dat. En ik heb enorme bewondering gekregen voor de veerkracht en de creativiteit en het doorzettingsvermogen waarmee docenten, ondersteuners vorm hebben gegeven aan dat online onderwijs. Ongelooflijk knap wat er gebeurd is. En dingen waarvan, ook een paar digitalisering onderwijs waarvan we idee hadden dat gaat ons nog 10 jaar kosten, die gebeurde nu opeens.